overheid neemt voortouw in energiebezuiniging. Miguel van Assen behaalt goud op jeugd Olympische Spelen. En UNICEF stuurt record aantal hulpgoederen aan kinderen in noodsituaties. Goedenavond, vandaag is dinsdag 26 augustus. Welkom bij het STVS Journaal. De overheid neemt het voortouw in het bezuinigen van energie. Vanaf morgen mogen airco's op overheidskantoren alleen tussen 10 uur 's morgens en 2 uur 's middags aan. Daarvoor en daarna moet de airconditioning uit. Deze aankondiging deed president Bouterse vanmorgen in het parlement, waar hij inging op de ontstane energiecrisis. Het staatshoofd zei dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de beschikbare energie niet wordt verspild. De maatregel geldt voor alle districten waar de energiebedrijven Suriname, de EBS, stroom levert. Suriname kampt vanaf 19 augustus jongstleden met stroomonderbrekingen. Dit omdat het waterpeil in het Stuwmeer is gedaald, waardoor er minder stroom kan worden opgewekt. De Suralco kan daardoor veel minder stroom leveren aan de NV-energiebedrijven Suriname. De president zegt dat de bezuinigingsmaatregelen zullen helpen om het energietekort op te heffen. Wij willen als overheid u voorgaan door vanaf morgen woensdag 27 augustus de airco's van alle overheidskantoren uit te doen en deze slechts van 10 tot 2 uur aan te doen. Deze oproep geldt voor het gehele land en in het bijzonder voor de districten Paramaribo, Wanica, Komowijne, Para en Saramaka. Enkele burgers geven aan de aangekondigde maatregelen van het staatshoofd wel te begrijpen. Nou, ik heb er geen commentaar of een mening daarop. Ik bedoel, als president heeft hij het beste voor met het land. En ik denk dus dat hij zich goed heeft laten informeren en adviseren. En uiteindelijk zijn ze gekomen dat dit besluit het beste resultaat zal hebben voor het land. Wel, dit is mijn stukje. Maar de madame vrij. Maar het is te warm. Ja, toch. Dus u vindt het toch niet zo best dat president Takdema moest keer de airco? Maar dat weer bouw. Wat even hoor, dat kan je niet zien. Ik heb ook met de bepaalde zijn misschien door die bouw. Dat laatst dan, dus maar staat in het kantoor. Ja, toch. Wel, ik vind het een besluit aan melden, dus dat ik niet gehoord wordt aan melden. De president moet voor die dingen zorgen dat er dat men vrij in het land kan leven. Hè? Ja, dat zo'n beetje. Ja, maar wat nu gebeurt, komt niet door iemand, de president of de EBS. Er is aangegeven dat er onvoldoende water is in het Stuwmeer, waardoor men niet veel stroom kan opwekken. Wel, dus ze moeten wel moeite ervoor maken, hoor. Ja, zodat het beter in het land kan gaan. Gaat het wel werken? Is het weer zo heet? Ik denk niet dat het gaat werken, hoor. Waarom zegt u dat? Het weer. Het is zo heet. Pas tegen 10 uur. 7 uur, 7:30 is het al zo heet. Dus ik denk niet dat het gaat werken, hoor. Maar in deze gaat het ook om maatregelen die zou moeten helpen om het probleem op te lossen. Oké, dan moeten ze meewerken. 10 uur dan. De president heeft doorgegeven, dat is het 10 uur. Ja toch, gewoon meewerken, dan moet het lukken. President Bouterse zegt dat samen aan een langtermijn oplossing moet worden gewerkt voor het energievraagstuk. Hij doet ook een beroep op de totale Surinaamse samenleving, zuinig om te gaan met stroom, maar ook met drinkwater. Wij doen, mevrouw de voorzitter, een beroep op geheel ons volk om zoveel mogelijk energie, en laten we hierbij direct ook drinkwater erbij noemen, efficiënt te gebruiken. Verspilling gaat ons uiteindelijk allen de das omdoen. Hoezeer wij ook de enorme inspanningen
enorme inspanning getroosten, zowel in kapitaal, in menskracht, in organisatie. Het is in ons aller belang. We hebben alle geloof en vertrouwen in ons volk hierbij en zeggen hartgrondige dank aan ons gehele volk voor zijn begrip. Enkele burgers gaven ook hun meningen over de aankondigingen van de president over de bezuiniging van stroom. Dit is bijvoorbeeld die bezuiniging van stroom. Dit is bijvoorbeeld mensen die doen zelf ding, want de elektrische apparaten voor uit, want dat kan bezuinigen van stroom, dan ik volk de gehoorzaam. Wel, als ik wat bezig ben met stroom, dan is het pech. En ik hou rekening. Ja, toch? En wat moet ik meer doen dan? Als burger verleen ik mijn medewerking sowieso. En heb ik begrip voor ja, het feit dus dat de natuur zo uitpakt op dit moment. Zo, wat de IBS heeft doorgegeven toch? Nou, minder stroom. 50% wat de IBS heeft doorgegeven, dat moeten we doen. Gewoon meewerken. Dan gaat het wel lukken. Wel, zodra het goed kan komen, dan kunnen ze het maar doen. Want we hebben niets eraan te doen. De president zegt dat het stroomtekort naar verwachting nog 8 weken kan duren. In de tussentijd wordt gezocht naar een duurzame oplossing voor dit probleem. Minister Winston Lakin van Buitenlandse Zaken is blij. Dat Suriname als voorzitter van de Unie voor Zuid-Amerikaanse Landen, UNASUR, erin is geslaagd binnen haar termijn als voorzitter overeenstemming te bereiken voor een nieuwe secretaris-generaal. Intussen is het zittingstermijn van de huidige secretaris-generaal tot 3 maal toe verlengd, in afwachting van een geschikte opvolger. Het is gelukt na heel wat lobbywerk en de laatste brief van de president, die heeft zeker geholpen toen hij zijn collega geschreven heeft om erop aan te dringen dat we voor de overdracht wel een secretaris-generaal moeten hebben die leiding moet geven op grond van een strategisch document welke de nieuwe richting moet aangeven van UNASUR. Dus na overwegingen, na onderhandelingen, is de ex-president van Colombia, ex-president Samper, voorgedragen door Uruguay. En Colombia heeft de ondersteuning gehad van alle overige lidlanden van UNASUR. Dus we zijn blij met deze hele belangrijke stap, dat we onze secretaris-generaal hebben voor onze organisatie. De zittingsperiode van de secretaris-generaal SG is verdragsmatig vastgesteld voor 2 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd. Bij de UNASUR wordt de leiding van het algemeen secretariaat bij consensus gekozen. De nieuwe secretaris-generaal Ernesto Samper Pizano is ex-president van Colombia en heeft ruime ervaring met sociale vraagstukken, zegt Lakin. Nou, niet persoonlijk natuurlijk, maar we kennen zijn historie als ex-president van Venezuela die nogal een sterk sociaal karakter heeft voor het bedrijf. Dus we denken dat dit gaat helpen bijdragen. En dat wat UNASUR zoekt, binding tussen de volkeren en op grond daarvan economische en politieke belangen samen doen. Ik denk dat hij beschikt over de kwaliteiten om onze organisatie in deze fase goed te kunnen leiden naar het volgende traject. Dus we vertrouwen erop. Als ex-president van zo'n groot land heeft u natuurlijk een hele goede ervaring. Die gaat bijdragen aan de positieve zaken binnen UNASUR. Ernesto Samper Pizano wordt op 3 september beëdigd in Venezuela. Ook dit gebeurt tijdens het voorzitterschap van Suriname, omdat deze met 2 maanden is verlengd. In oktober draagt Suriname het stokje over aan Uruguay. Er moet verandering komen in het huidige politieke landschap. En deze verandering kan de nieuwe politieke partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven, DRS, brengen. Deze overtuiging draagt partijoprichter en ex-minister Clifford Marica. Marica is voorheen lid geweest van de Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA. Ondanks de stroomonderbreking is de politieke partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven, DRS, gisteravond geproclameerd. Dit gebeurde in het PSV-gebouw op de jaardag van Surinames oudste politieke partij, de Progressieve Surinaamse Partij. Er is daarom een nieuwe naam, gewijzigde beginsverklaringen en statuten.
Er is bewust gekozen voor Clifford Marika, omdat de oude partij staat voor eerlijkheid en integriteit, zegt oud-PSV-voorzitter Ronald Groenberg. Dat die grond praxerie voor Sagi Paterwijdman en een grond praxerie voor Sagi Mazra Fred Derby, Komoxi en Wanyo-Marga die ook een aanneem voor duurzaam en rechtvaardig samenleving. Dat die naar Wanyo-Marga onder Sam, PSV, Ogodoro en Alibi samen naar de Brada voor. Na deze statement werd de PSV-trui die de oud-voorzitter aan had opgevouwen en weggezet. Marika geeft aan waarom hij na 3 jaren terugkeert op het politiek podium. DRS is de nieuwe richting waar wij naartoe koersen. En u bent de eerste lijn. U bent de eerste lijn om deze organisatie neer te zetten in die samenleving. Als alternatief waar je niet onderuit komt. Omdat ze integer leiderschap uitstralen. Omdat ze centraal stellen waarden en normen. En omdat zij voorstaan duurzame ontwikkeling van dit land. Het hoofdbestuur van de politieke partij DRS werd na de speeches voorgesteld aan het publiek. Vanavond is Clifford Marika te gast in het actualiteitenprogramma Achter het Nieuws. Daar gaat hij verder in op de richting en de doelen van zijn nieuwe partij. Het ministerie van de regionale ontwikkeling is gestart met een onderzoek naar de 3 miljoen Surinaamse dollars die zijn uitgegeven aan een bedrijf dat de weg naar het dorp Wanhati en omliggende dorpen moest aanpakken. De gunning vond plaats in de periode 2009-2010. Minister Stanley Bettersen geeft aan dat het ministerie een maand terug is gestart met het onderzoek dat over 2 weken zal zijn afgerond. De zaak moet tot de bodem worden onderzocht. Er waren verregaande afspraken gemaakt met de aannemer die bezig was de weg aan te pakken. Maar op een of andere manier hebben we begrepen dat de aannemer gestopt is met die werkzaamheden. En dat zijn we nu bezig te onderzoeken. Waarom? Was hij niet betaald, etc.? Want we hebben wel begrepen dat er een behoorlijk bedrag mee gemoeid is gegaan om deze weg te rehabiliteren. Het ging om een bedrag van namelijk 3 miljoen SRD. En dus we moeten nu onderzoeken wat er is gebeurd. Okay, welke aannemer is dat als u dat weet? Dat kan ik nu even niet zeggen. Ik moet dat eerst goed onderzoeken. Nou, nadat die bewoners aangaven dat in feite de weg niet meer wordt aangepakt, zijn we gaan onderzoeken, want we wisten dat de aannemer bezig was. Dus sindsdien in feite zijn we bezig informatie te verzamelen. De bewoners van de ongeveer 10 omliggende dorpen hebben het afgelopen weekend in het dorp Wanhati een kroete gehouden. Voor deze kroete waren onder andere ministers en assembleeleden uitgenodigd, maar de meesten waren niet aanwezig. Tijdens de kroete hebben de dorpelingen zich beklaagd dat ze een stiefmoederlijke behandeling krijgen van de overheid. Zo, apasidisi, boko, fotenti, natuyali kaba. Apasibroko. Ntadem bekom broko ngunu fu udemeke ngunu. No. Wabi picking egwa skoro dape. Teden picking heifa skoro dape. Da wagi ede, ekia idem picking kuna mongo. Ma no dem picking, apashe bro kwa wagi so dana kande hel wiki, dem picking omangba skoro. Da utaki nanga galanti, fudi, dembe ustemu poti deng. Da una afuka mo, asai wani. Zij voeken dat je tijgi, den bigi man voor den fish man
voor de jepiono. Maar meke berifi sendi kai den voor gotaki. Ting konde wat meke ting. Ala den kapitein anga den bashi anga den foluku. Tijdens de kroeten werd er niet alleen gesproken over de weg die moet worden aangepakt. Ook de polykliniek die reeds jaren moet worden bemand door artsen en verpleegkundigen kwam aan de orde. De RO-minister geeft te kennen dat de weg naar Wanhati niet in zijn geheel aangepakt kan worden, omdat de middelen daarvoor niet aanwezig zijn. Vandaar ook het onderzoek naar de 3 miljoen SRD die was bestemd voor het egaliseren van de gehele weg. Nou, het hangt vanaf van de financiën die we hebben. Want u moet weten dat we vergevorderd in het jaar zijn en de meeste middelen zijn al uitgeput. Dus ik ben bang dat we misschien wel wat oplapwerk kunnen doen, maar dat we een volledig herstel niet zullen kunnen doen. Het is ook niet opgenomen op uw begroting, hè? Nee, het is niet opgenomen. Het was opgenomen in de begroting van 2010, heb ik begrepen. Dat heb ik begrepen. Het was 2009 of 2010. Onthoudt u me dat? En daarna hadden we het weer opgenomen in de begroting van 2012, een supplementaire begroting. Maar toen begrepen we dat er alle aannemer bezig zou zijn om daar aan te pakken. Waardoor we even on hold hadden gezet, maar die middelen zijn intussen weg. We hebben ze niet kunnen gebruiken. De weg naar Wanhati is in 1972 aangelegd. Vanaf toen is er niets meer gedaan aan het onderhoud van de bestaande infrastructuur. Miguel van Assen, een jonge atleet uit Marowijnen, heeft gisteren goud behaald voor Suriname. Hij streek met de hoogste eer op de jeugd Olympische Spelen in Nanjing, China, bij het onderdeel Men's Triple Jump, oftewel hink-stapsprong. Zijn goed uitgevoerde hink-stapsprong van 16,15 meter leverde Miguel een onbetwiste eerste plaats op. I'm so tired, but I'm glad of myself because it's the first time that Suriname win gold at this onderdeel and this event. I'm very, 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 very proud of myself and I'm very happy to be number one. Van Assen sprong bijna een halve meter verder dan de Italiaan Tobia Bocci, die op de tweede plaats eindigde. Bocci sprong 16,1 meter. De derde prijs ging naar Nazim Babayev van Azerbeidzjan, die 15,96 meter op zijn naam schreef. Wel 8 landen hebben meegedaan aan de Men's Triple Jump tijdens de Jeugd Olympische Spelen in Nanjing, China. UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft in augustus een recordhoeveelheid aan hulpgoederen verstuurd naar kinderen in noodsituaties in de wereld. In 27 dagen tijd verzond de organisatie vanuit Supply Hub Kopenhagen bij elkaar 1000 ton aan hulpgoederen in 33 noodhulpzendingen naar de probleemgebieden in de wereld. Goed voor het vullen van 19 grote vrachtvliegtuigen, aldus UNICEF vandaag. Nog nooit verstuurde de organisatie in 1 maand zoveel spullen. Deze operatie is een reactie op de enorme noden in veel verschillende landen op hetzelfde moment, zegt Chanel Hall, hoofdlogistiek van UNICEF. Het is van het grootste belang om de toegangsroutes goed werkend te houden, zodat onze voorraden de kinderen bereiken die het hardst nodig hebben. Om in te springen op de ontwikkelingen in Irak en de ebola-uitbraak in West-Afrika, probeerde UNICEF deze maand zoveel mogelijk vliegtuigen te charteren. Naar Irak alleen al ging 500 ton aan hulpgoederen. Andere zendingen gingen onder meer naar Liberia, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Palestina, Zuid-Soedan en Syrië. De First Nation Community, de inheemse gemeenschap van Canada, heeft haar oproep voor een nationaal onderzoek naar geweld tegen inheemse vrouwen in het land herhaald. Dit verzoek is door de Canadese regering afgewezen. Michelle Audet, voorzitter van de Native Women's Association of Canada, zei gisteren dat de regering van premier Stephen Harper heeft nagelaten om te reageren op de toenemende gevallen van geweld tegen inheemse vrouwen, te midden van een onderstroom van racisme en seksisme.
Canadese rechtenactivisten hebben een hernieuwde oproep gedaan tot een onderzoek naar vermiste en vermoorde inheemse vrouwen en meisjes na de dood van de 15-jarige Canadese Tina Fontaine. Haar lichaam werd gevonden in een tas in de Rode Rivier in Winnipeg in de Manitoba-provincie eerder deze maand. Echter heeft premier Harper de mogelijkheid van een dergelijk onderzoek afgewezen, stellende dat zulke problemen niet moeten worden beschouwd als een sociologisch fenomeen. In mei heeft de Royal Canadian Mounted Police aangegeven dat het ruim 1000 gevallen van vermoorde inheemse vrouwen heeft opgetekend tussen de jaren 1980 en 2012. In januari heeft Human Rights Watch bij Ottawa erop aangedrongen om een nationaal openbaar onderzoek in te stellen naar het geweld dat inheemse vrouwen en meisjes ervaren. Ook moet er een systeem voor een grotere aansprakelijkheid voor wangedrag van de politie worden gecreëerd. En de lichamen van ongeveer 170 Afrikaanse migranten zijn voor de kust van Libië teruggevonden. Dat meldt de Libische kustwacht. Vorige week vrijdag was hun boot gekapseist. Een honderdtal lijken zat geblokkeerd in het scheepsruim van het 16 meter lange vaartuig. Zo'n 70 andere lichamen die niet vastzaten in het ruim zijn intussen aangespoeld. Daarbij waren ook 5 kinderen. De hulpverleners kunnen geen lijst van de slachtoffers opmaken of hun nationaliteit bepalen, omdat de slachtoffers geen identiteitsdocumenten bij zich hadden. 16 mensen hebben het ongeluk overleefd. De Italiaanse kustwacht pikte afgelopen week einde meer dan 3000 bootvluchtelingen op. Dit was het journaal. Blijft u afgestemd voor het en de weersberichten. Tot de volgende keer. Goedenavond.